Hier begon ik met pakjes te verkopen. Dus toen ik mijn eerste stap in de criminaliteit zette. Dat is hier toen begonnen. En pakjes is? Ik kookte pakjes crack. Gekookte cocaïne. Hij dealde, hij werd veroordeeld en hij gooide zijn leven om. Dat gebeurde voor een groot deel op deze plek. Van drugsdealer hier op Zuid naar iemand die zijn omgeving juist beter wil maken. En jongeren uit zijn buurt op het rechte pad houdt. Vroeger woonde ik daar zo, boven in de hoek. Dat was Espelo nummer 44. Leuke herinneringen aan deze tijd hier? Ja, zeker weten, man. Ja, man. Deze buurt, ik ben hier opgegroeid. En dit was zeg maar de centrale plek voor mij. Want hier had je twee grasvelden. Ja. En had je hier vroeger bankjes, waar we dan gingen chillen. En vroeger had je ook doorgangen bij die flats. Het is een beetje jammer dat ze daar nu van die portieken van hebben gemaakt. Ja. En wat deed je dan? Hangen kletsen? Ja, als het bijvoorbeeld regende of zo, dan stonden we gewoon met z'n allen hieronder. Weet je, je wilde toch graag bij elkaar komen. Ik deed hem één keer aanraken, dus tegen de muur schoppen met de bal. Omste beurt. Was leuk, joh. Klinkt als een warme jeugd. Wat voor jongen was je? Ik was heel brutaal, maar ik kon wel met iedereen goed opschieten. Ik was zeg maar ook altijd heel erg klein voor mijn leeftijd. Dus ik was ook een beetje het broertje van iedereen. Dus mensen, ja, die... Ik kon met heel veel wegkomen, laat me het zo zeggen. Ja. Over Reggie's heftige leven in Rotterdam-Zuidwijk is een film gemaakt, De Druk. Dan gaan we nu volgens mij naar een heel bewogen stuk van je leven. Ja, dat is mijn slinger. Hier is het zeg maar een beetje begonnen waar ik een beetje begon af te dwalen of af te geleiden, zeg maar, naar de criminaliteit. Dat is zeg maar hier een beetje begonnen. Ja, hier waar die witte bus nu staat, daar stopte vroeger de methadonbus. Daar gingen gebruikers gingen daar hun methadon ophalen. En als hun een methadon hadden gekregen, dan wachtte ik ze hier op. En dan verkocht ik ze zeg maar drugs. Ik ontving ze met open armen, ja. Hun mij ook. Hier begon ik met pakjes te verkopen. Dus toen ik mijn eerste stap in de criminaliteit zette. Dat is hier toen begonnen. En pakjes is? Ik verkocht pakjes crack. Gekookte cocaïne. Hoeveel vroeg je? Hoeveel kostte dat? Ik verkocht pakjes van 5 en van 10 euro. Het was heel kleinschalig. Waar ik mee begon, zeg maar. Maar ja, ik ben sociaal vaardig. Mm-hmm. Ik leg makkelijk contact. Dus het ging me vrij makkelijk af. Ja. Dus het duurde niet lang voordat ik, zeg maar, grotere stappen ging maken in de criminaliteit. Mensen wisten je te vinden? Ja, ik kreeg heel snel een naam. En ik kwam ook heel snel in contact met grotere criminelen. Dus op een gegeven moment ontgroeide ik station Slingen. En dan gleed ik maar verder af in de criminaliteit. Of je klom hoger op, zo kon je het ook zien natuurlijk. Ja, omdat ik het nu als iets negatiefs zie, zeg ik het zo, maar ik klom als het ware hoger op. Ik was ook altijd heel erg naïef. En door die naïviteit zag ik gevaar niet in. Ik was niet goed in staat om de gevolgen van mijn daden in te zien. Ik dacht dat ik met heel veel dingen ook weg kon komen, want ik was ook met een aantal dingen weggekomen. Dus op een gegeven moment dacht ik van ja, ik kan alles maken. En toen is het goed fout gaan. Ja. En toen ben ik dus vast komen te zitten. Ik ben toen veroordeeld tot 12 jaar en 6 maanden. Ja. Ziet er goed uit, man. Dank je. Ja. De portefeuille is toch zo. Nee, maar je ziet er goed uit, man. Na jaren in de gevangenis wil Reggie een ander pad op. Hij sluit zich aan bij Team Enkelband. Zijn nieuwe missie, ex-gedetineerden en jongeren op het rechte pad houden. Sabi. You looking fresh, man. Ja, man. Cool. Ja man, fresh kid man. Ja toch, dit is Ernon, is ernstig. Dus het is net als mijn kleine broertje een beetje. Ik betrek hem bij zoveel mogelijk projecten van mij. Jullie gaan al ver terug? Ja. Yo, ik ken hem al vanaf dat hij heel klein was. Hey, wat betekent Reggie voor jou? Reggie betekent heel veel voor mij man. Het is net als een oudere broer voor mij. Hij heeft me eigenlijk zogezegd letterlijk van de straat afgeplukt. Zeg maar, ik zat in een hele duistere periode en hij heeft me zeg maar, weten te begeleiden in de rechte pad. Hij heeft me zeg maar, betrokken tot bepaalde projecten, De Druk bijvoorbeeld. Hij heeft me samen met Team Enkelband lezingen laten geven. Ik heb een award voor hem mogen uitreiken met de Ruwe Diamant. En zo duwt hij me steeds juist in de zeg maar, juiste richting.
Long time, man. Rustig, man. Hoe gaat het met je oma? Goed. Oké, okay, nice, man. De rest gaan, ja? Groet aan je broer ook, man. Oké, is goed. Zal ik doen, man. Rustig. Ben je nog met projecten bezig nu hier, Redroom? Ja, los van wat ik met Team Enkelband doe, ben ik ook met film bezig. Produceren. Ik ben momenteel met 2 projecten bezig. Ik kan niet in details gaan hoe of wat, maar ik ga aankomend jaar wel 2 nieuwe filmprojecten aankomen. Met Jongens van Zuid? Of? Onder andere. Dus dat is, ja, blijf het in de gaten houden. Dus je hebt de kans gekregen, maar je wilt ze ook geven volgens mij, hè? Daar gaat het om. Je moet geven en nemen. Weet je? Als je niet kan delen, kan je ook niet... Wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen. Want dit is wat je doet, hè? Met de jongens voor Team Enkelband. Ja, ik probeer niet ook sowieso ex-gedetineerden. Probeer ook te begeleiden, zodat ze na detentie weten wat voor kansen op moeten. Maar dit zijn boys met talent. En wij proberen hun te laten zien dat er gewoon zat mogelijkheden zijn. Ik kom zelf ook vanaf min 10. En ik sta nu plus 10. Dus ik probeer deze boys gewoon bij mijn projecten te betrekken, zodat ze ook naar die plus 10 gaan. Helpt dat voor jou, de Redgery, ook weet wat zeg maar, de onderkant van het leven is? Ja, ja, zeker weten, zeker weten. Ik heb nu ook zeg maar 3 kinderen, snap je? Dus het is alleen maar positiviteit. Ja. Ik zie volgens mij twee hele brave vaders, hè? Ja, toch? Ja, ja, sowieso. Ja, ja, ja. Want je hebt natuurlijk wel kunnen gebruiken en verwerken in het leven wat je hebt meegemaakt voor wat je nu doet, hè? Ja, sowieso. Doordat ik mijn eigen verhaal doe. Ja, dan werkt een beetje, ja, hoe meer je verhaal doet, hoe meer je het een beetje een plaats in je hoofd kan geven. Ja. Hoe beter je het ook mee leert om te gaan. Yo, keep going, man. Positive vibes. Ja, man. 100%. Goed zo, man.